fucking shit. Dit is vanaf nu onze badkamer. Kijk hoe leuk. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Nigel is net wakker en die gaat nu alweer verder slapen. Wij zijn op vakantiesaampjes in de Dominicaanse Republiek voor iets minder nu dan een week nog. En het is al 9 uur, schat. Wil jij nog ontbijten? En je moet nog bellen, want wij gaan vanavond eten bij de Mexicaan als de plek is. Om 9 uur staat de meester bij de receptie in een hele lange rij om te bestellen of om door te geven waar je wil eten. Normaal moet je ervoor betalen, maar we hebben gehoord dat de Mexicaan gratis is. Dat het heel lekker is bij de Mexicaan volgens de andere Nederlanders. Dus ga jij daar even bellen, schat? Het is 0,4 gratis. Sorry? Het is 0,4 gratis. Hoe weet je dat? Nou, inclusief. Maar er werd gezegd dat we voor die restaurants moesten betalen. Ja, blijkbaar dus niet. Oké. Maar wil je nog een buitenschat? Zullen wij ons dan gaan klaarmaken? Ja? En gaan we onze dag dan lekker beginnen met een lekker gevuld ontbijtje? Nou, word jij maar even lekker wakker. En dan ga ik me omkleden en dan gaan we daarna lekker naar het ontbijt. Tandjes zijn ook weer fris en fruitig. Voor de mensen die niet begrijpen waarom ik mijn tandenborstel met een fles water schoonmaak, is omdat wij hier de kraanwater niet mogen gebruiken. Alleen om te douchen en om ons handjes te wassen, maar niet om te drinken of je tandenborstel mee schoon te maken. Omdat het water hier niet zo goed gereinigd is als in Nederland. En als je het wel doet, dan kan je last krijgen van je maag. Of dan kan je aan de diarree gaan of iets anders. Of heel erg ziek worden, dat kan ook nog. Toen ik ziek was geweest, heb ik dat uiteraard niet gedaan. Dat wist ik sowieso al. Dus dat is niet de reden waarom ik ziek was. Voor de mensen die het niet wisten, dan weten jullie het nu. Nijten is heel eventjes naar buiten om te kijken of er nog wc-papier is. Vandaag geen Mission Impossible 2.0. Want ze zijn nu al bezig met schoonmaken. En het is hier 9:30 in de ochtend. Mijn batterij is leeg. De video van gisteren, die staat nu in de render. Dus daar wacht ik wel eventjes op en dan gaan we naar de ontbijtzaal. En misschien is het wel leuk om voor jullie een keer het proces te filmen. Hoe hun ons de plaats geven en hoe het allemaal een beetje te werk gaat. Ik denk dat heel veel mensen het wel gewoon weten. Het is als in hetzelfde restaurant, maar hey, misschien is het wel leuk. Thank you. Zo word je dus op je plaats gezet. Zeg maar eventjes. Wij gaan lekker eten maken. Wij zijn klaar met het ontbijten. En we staan nu in een heel klein rijtje staan. Twee mensen voor ons of zo. En wij gaan reserveren voor vanavond voor de Mexicaan. Ja, ik heb het gevoel dat ik ingezonken ben, maar dat ben ik. Nigel, kom. En hij moet een woord doen, want ik heb geen Spaans. En mijn Engels is ook zo bak als ik weet niet wat. Dus ik ga nooit filmen hoe dit gaat doen. Can we wish wait for the no. No. Yeah. Salón es más grande, hay más variedad, más tienda, más lujo, más de todo. Y hay de todo.
Thank you. Dat is ook snel geregeld zoals jullie zagen. We moesten onze kamernummer opgeven. En daarna dan, schrijft hij wat voor restaurant je wil. En dan is het eigenlijk al gedaan. Dus vanavond moeten we dat plaatje dat Nijntje heeft hij al weggedaan, moeten we geven bij het restaurant. En dan, als het goed is, kunnen we eten, hopelijk. Maar we gaan nu even naar het winkeltje, want Nijntje's slippers, zoals ik in de vlog gisteren al had verteld en had laten zien, zijn zijn slippers kapot. Dus we willen even kijken voor slippers. En ik wil kijken voor een luchtbed voor op zee, want waarschijnlijk word je daar sneller bruin van. En ik ben al echt aardig bruin geworden. Maar ja, altijd bruiner, ik kan nooit kwaad. Dus wij gaan nu even naar het winkeltje en misschien kijken of ze ook nog iets lekkers te snacken hebben. Hebben we al peentjes gepint of... Eerst kijken. Oké, okay, we gaan eerst kijken en dan helemaal weer terug. En dan pezen spinnen en dan misschien weer terug. Een bed moet ik eigenlijk ook nog hebben voor mijn hoofd. Maar er zit allemaal Punta Cana op en dat wil ik niet. Mensen weten nu wel, oh hier heb je slippertjes. Ja, je hebt alleen teenslippers. Ja. Je hebt ook mannen teenslippers. Of deze. Deze is gratis. Nou, wij gaan even kijken wat voor slippers die gaat nemen, want... Ze zeiden dat het hier duur zou zijn en het is hier ontzettend warm. Maar deze slippers die zijn 1.298 pesos. En dat is ongeveer 16 euro zoiets. Oh, 20 euro nog wel. Dus wij gaan nu even rondkijken of er leuke slippers zijn van Nigel. En of ze een luchtbad hier hebben en of ze iets te snacken hebben hier. Maar ik begin gewoon onwijs erg te zweten. Het is zo warm. We zijn in een ander winkeltje gaan. Ten eerste hier is het verkoelende en hier is het dollar. Maar even serieus, dit is toch belachelijk. Je hebt hier slippers. En die zijn $45. $45. Dus dat is ongeveer, laten we zeggen, hoeveel is dat in euro's? $45? €38 of zo voor een paar slippers. Doe normaal, net als hier. Deze teenslippertjes, dat is hier $35. In Nederland is dat hoeveel? Is hetzelfde? Nee, maar die andere is 45 en deze is 35, hoor. €28 voor een paar slippertjes, dan ben je toch gestoord om dat te kopen? Sorry, maar ik vind dat echt te duur. Hoe duur zijn die banden hier? Deze is $18. $18. Hoeveel is het in Nederland geld? €14 voor een band. Nou, dan lig ik wel op nog langer iets in de zon, op een bankie. Maar dat ga ik echt niet doen, hoor. Waarschijnlijk kan ik toch dat niet meenemen in mijn koffer en dan heb ik er toch niks aan. Maar ze hebben ook niet die pingpong dingetjes, hè? Nee, ze hebben alleen een band. En dat is het. Dus we kunnen ook niet met pingpong of weet ze iets nou? Pingpong ding van. Geen auto toch? Ik is gevonden. Geen lucht. Ja, we hebben het wel gevonden, maar het is gewoon te duur. Wij gaan dat gewoon niet doen. Ik vind dat echt gewoon belachelijk duur. Kijk, ik snap dat ze hier merendeels van de toeristen geld leven en alles. Maar zo erg kan je het ook weer niet maken. Maar je hebt altijd toeristen erbij zitten die het wel kopen. Maar wij niet. Ja? Ja, is goed. En we gaan nu een fantatje drinken. We zouden eigenlijk terug naar onze hotelkamer gaan. Maar Nijntje wil een fantatje drinken. Dus we gaan lekker een fantatje drinken. Thank you.
net teruggekomen van het strand en ik ga nu met mijn vader skypen, tenminste proberen. Gisteren zijn we er al mee begonnen, alleen het lukte niet echt. We zijn iets eerder teruggekomen van het strand dan normaal, omdat we vanavond natuurlijk uit eten gaan en we willen nog gewoon een beetje chillen hier en een beetje YouTube kijken. En ik wil me gewoon even goed kunnen douchen en het rare is eigenlijk, we gaan vanavond uit eten in een restaurant. Maar je mag geen tanktop aan en geen korte broek. Je moet een lange broek aan en een t-shirt mag wel. Maar dat snap ik niet, want je mag ook in een jurkje. Dat kun je ook eigenlijk een soort van zien als korte broek. Maar ik ga echt niet, maar dan ook echt niet met een lange broek. Ja, maar vrouwen. Holy fucking shit. Dat is zo creepy. Waarom worden wij gebeld? Hallo? No, Nigel. 4616. Yes. What did you say? Yes. No. Okay. Wat was er? Kun je bel zo terug? Voor wat? Ik weet niet. 6417. Oké, dat was echt heel creepy. En echt een hele rare telefoon. Nou, we zijn dus ook voor de eerste keer gebeld door de receptie, neem ik aan. Spreekt u wel gewoon goed Engels, of niet? Ja. Dus ik weet niet, wat zal ik nou net zeggen? Ik weet het niet eens meer. Maar, oh ja, over een jurkje. Jij wou iets zeggen over jurkjes. Vrouwen hebben andere kleding. Ja, maar waarom? En een jurkje wordt ook gezien als... chic. Ja, we worden weer gebeld. Hallo? Ja? Ja. In one of the new buildings. Hoezo? Omdat ze gratis gewoon, omdat ze hier ze gaan hier ergens een beetje verbouwen, toch? Maar dan wil ik eerst de kamer zien. First we want to check to. Can we see the room first? Oh my god. Okay, well, we will be there within 20 minutes. Okay, thank you. What? Krijgen we nu gewoon een nieuwe kamer? In zo'n nieuw gebouw, omdat ze gaan hier verbouwen, ze gaan hier werken toch dan? Ja, dat vertelde ik jullie gisteren en nu krijgen we gewoon misschien een nieuwe kamer in een nieuw gebouw en dat wilden we zo graag! Misschien, we krijgen hem gewoon gratis. Weet je het zeker? Ja, hij zegt for free. Ja, gratis. Okay. Gratis! Ja! Ja, we wel binnen kwartier van 15 minuten. Oké, dan gaan wij nu naar de receptie. We wilden eigenlijk gaan douchen omdat we net op straat komen. Maar dan gaan we nu naar de receptie. Oh, Nijsje gaat omkleden. Gaan we even niet filmen. En dan gaan we nu naar de receptie en dan gaan we de kamer zien. Dan kunnen we misschien deze oude krop verlaten. En dan krijgen we eindelijk een moderne nieuwe kamer. En we hadden het net nog over met andere Nederlanders. Dat ze echt die kamers moeten gaan renoveren. En echt gewoon niet meer de gasten in zulke kamers als deze moet laten zien. Omdat het gewoon te oud is en niet meer zo luxe. Dus we are going to the reception. Schatje, kom! Een nieuw gebouw en... Oh, I'm so happy! Oh my god, gewoon... We wilden hier zo graag naartoe. En kijk, dit is ons uitzicht. Ik zal het gelijk even laten zien. In dat gebouw zaten we eerst. En nu zitten we in het nieuwe gebouw. We hebben nu ook een eigen balkonnetje. Ik zal gelijk even de rest van de kamer laten zien. Onze koffers, onze bed, de vloer. Je kan gelijk met blote voetjes lopen. Dit... Het ziet er stukken beter uit. En dan hier gewoon de koelkast, tv of kastje. Hier de koelkast en alles. Wacht even. Hier kunnen we onze kleren ophangen. Ziet er ook veel beter uit. En dan is dit vanaf nu. Hoe gaat het licht hier aan? Oké. Okay. Oh, ha! Dit is vanaf nu onze badkamer. Kijk hoe luxe. Wauw, en de douche.
er zoveel beter uit in de wc. Zoals jullie net zagen, we werden gebeld en we dachten, nou, toen zei je gelijk van ja, we krijgen een andere kamer, we mogen een andere kamer kiezen. Natuurlijk wilde die eerst even zien voordat we ineens zeggen ja, is goed. En nu zitten we gewoon in een nieuw gebouw. En we hebben nog iets langer, iets minder dan een week. Wow, ik onze voeten. Het is hier zo vochtig. Wat is er, schat? Oh my god. En zelfs gewoon onze natte kleding ophangen. We kunnen eindelijk onze natte kleding ophangen. Nou, dit is dan ons balkonnetje. Ons uitzicht. En daar zaten we eerst. En dan zal ik eventjes gelijk uit de deur gaan. We zijn helemaal happy, echt. We komen van het strand. We willen gaan uit eten. Het is maar goed dat we eerder zijn teruggekomen. En dan is dit onze nieuwe hal. Die deuren die kunnen tenminste... Wow. Die deuren kunnen tenminste niet meer open. Dus we kunnen niet meer bij de stroom. Dat is beter. En dit is dan vanaf onze voordeur de uitzicht. Het ziet er toch allemaal een stuk beter uit. En luxe. En... Wat? Echt? Nee! Kleine stekker voor je laptop. Nice! Dan kunnen we ook mijn telefoon en nog een stekker over. Nice! En dit wordt mijn nieuwe edithoekje. Ik ga wel even de balkondeur dicht doen hoor, schat. Zo, die deuren gaan... Die gaan ook zo smooth. Wat is dat, schat? Dat is zoals fucking balkonlicht. De fucking balkonlicht. Guys. Ja, kijk uit. Het is heel glad hier. Het is heel klam hier. En kijk, een spiegel. We are so happy. We gaan gelijk douchen onze nieuwe dingen. Oh my god. We zijn zo happy. Ik moest even spissen. Dan ga ik peuken. Oh, nou. Nijtje gaat peuken roken. Ik heb het helaas niet kunnen filmen, het verhuis, want we kregen de kamer. We gingen eerst gelijk naar de receptie. We hebben daar 5 minuten staan wachten. Daarna werd er gelijk meegelopen met een van de... Noem je zoiets? Tassendrager, zullen we het maar even noemen. Hè? De hulpies. We werden gelijk naar deze kamer toegeleid. Moesten we kijken of we wilden ja of nee. We zeiden gelijk ja. Toen zei de hulp gelijk de koffers pakken. Ze moesten alles snel inpakken. Hij stond ook echt letterlijk voor de deur te wachten. Dus we hebben alles binnen 10 minuten ingepakt. En nou hoop ik dat we niks vergeten zijn. Maar we gaan nu even snel de koffers uitpakken. Dan gaan we douchen. En dan gaan we eventjes, denk ik, relaxen. Ik weet niet hoe laat het is. En vanavond gaan we uit eten. Bij de Mexicanen. Dit keer echt uit eten. En ik had net iets te vertellen over jurkje. Maar ik weet het even niet. Ik ben even helemaal blij met de kamer. Het voelt gewoon veel beter. Veel luxe. En I'm so happy. Ik ga de koffers uitpakken. Oké, ik ben even bijgekomen. Ik was net echt even te happy voor woorden. Ik heb inmiddels gedoucht. Nijntje was nu bezig met douchen. En ik ben gewoon echt zo blij dat we een nieuwe kamer hebben. Ik zal hem eventjes zo laten zien. Het is nu al gewoon weer gelijk een zijnstal. En we hebben gewoon ook een eigen balkonnetje. En dat is gewoon zo fijn. Dan hoef... Ja, het is gewoon fijn om een balkonnetje te hebben. En ik heb net gebeld naar de receptie. Tenminste naar de guest service. Of we vanavond een lange broek echt aan moesten. Want hier... Op die kaart staat geen tanktop en geen korte broek. Maar wel een lange broek en een t-shirt. Maar ik had gebeld te zeggen, you can wear whatever you want. Dus dat is ook gelijk opgelost. Maar ik ga even mijn haartjes kammen. Mijn laptop is inmiddels weer aan het opladen. En daarna, als helemaal is opgeladen, ga ik de video van gisteren even verder uploaden. Maar ja, het is gewoon eventjes iets heel erg hectisch gewoon net. En ik moest ook eventjes bijkomen van, oké, eventjes rustig aan doen. Maar we zijn van kamer verhuisd binnen 10 minuten. En we zitten hier nu en we zijn allebei heel erg gelukkig. Wij zijn helemaal ready to go om uit eten te gaan. Ik heb mijn jumpsuitje aan van de H&M. En mijn slippertjes van de Primark. En wij gaan het eten. Heb je er zin in, schat? Ja? De video die staat in de upload. Alleen de wifi hier is nog slechter. Dus hij staat nu nog steeds op 54%. Hij is al 1% verder gegaan. Maar we zien het vanzelf wel. Nijntje heeft lekker net een parfummetje op gedaan. Ik ook. Ik heb heel Vigor Flower op. En die vind ik echt heerlijk ruiken. En mijn batterij is leeg. Nee! Mijn batterij is leeg. Echt? Hoe kan ik dat filmen? Kan jij dingen meenemen? Nee, zeker. De powerbank? Ja. Oh,
Oké, ik ga maar de powerbank aansluiten, want hij is helemaal leeg. Thank you. Oil? Thank you. Oil, wij zijn teruggekomen uit het restaurant. En het is even een heel apart gevoel, want vroeger moesten we naar die kant. En nu gaan we naar deze kant lopen. Het is eventjes wennen hoor. Maar het eten viel weer tegen. Je bestelde kip en je kreeg meer bladerdeeg dan dat je kip had. En we waren met andere Nederlanders. En die zeggen ook al, we hadden eieren besteld. Of weet ik het nog? Misschien een sfeerlampje of zo. En hun hadden eirib of zoiets, hè? Wat? Eirib besteld of zoiets? Ja, zoiets. Laat het houden op sperms. En ze hebben maar twee stukjes gekregen, meer niet. Dus het viel tegen het eten, maar ondanks dat. Het toetje was wel lekker. Ha, het ruikt hier lekker fris. Lekker schoon. En nu zit het met de video. 59%, hij doet het! Oh, hier ben ik heel blij mee. Ondanks dat het maar 5% is opgeschoten, ben ik daar ontzettend... Oeh, hij gaat plassen. Ben ik daar ontzettend blij mee. Ik ga eventjes mijn outfit veranderen, want... Oeh, mijn buikje staat strak. En daarna gaan we met de andere Nederlanders, hebben we afgesproken bij de bar. Ongeveer over een uurtje, dus dan gaan we daar gezellig naartoe. En ik ga eventjes mijn camera opladen en ik neem mijn camera mee. Maar of ik ga filmen, dat beloof ik niet. Ik ben weer terug in ons hotel, want ik wil even weten hoe het staat met de video. Ik heb het gevoel dat mijn laptop uitgevallen is. En dat zal niet goed zijn, want de wifi is hier nog slechter. Dus ik ga gewoon heel eventjes snel kijken. En we zijn aan de bar een paar drankjes aan het doen. Met een paar Nederlanders, andere Nederlanders dit keer. En oh, dat waait elke keer vanaf. Dit dingetje. Apart. Zo. Oké. We komen onze kamer in. Zo. En we zijn met een paar andere Nederlandse shotjes doen. En gezellig. Samen. Oh, ik dacht dat ik iets hoorde. Nee, hij is uit. Dat dacht ik al. We zijn met een paar andere Nederlanders gezellig een shotje doen. En wat cocktailtjes drinken. Ik ga dat niet filmen, want het is hun laatste avond hier. En we gaan even proosten op hun laatste avond. En op een goede vlugreis. En dan gaan we gewoon heel even proosten en gezellig praten. We praten best wel over privé dingetjes. Dus dat ga ik uiteraard niet filmen. Want het is niet alleen mijn privé, mijn vriend's privé. Maar ook hun privé zaakjes. En ik denk niet dat ze dat leuk vinden dat het op YouTube komt. En ik zal het ook niet leuk vinden als mijn privé dingetjes op YouTube komen. Dus ja, bij het adem. Dus mijn laptop staat aan. Ik ga toch naar de bar. Maar bij deze ga ik ook de vlog afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Beloof me dan zeker met een blauw duimpje omhoog. Bijna nog niet geabonneerd. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jou morgen bij een nieuwe vlog. Doei doei!